lazen vanmorgen de krant en daarin stond een jurkje van de Zara. En wel gekleed op een van de meisjes van het Koninklijk Huis. Waarop we dat bekeken hebben met mijn dochter. En die vond dat zeer aansprekend. Ik pas vandaag op de kinderen en toen ik de kinderen vroeg wat zullen we vandaag doen, toen zei mijn dochter, we gaan naar de stad. Al dus geschieden, we zijn naar de stad gegaan om het jurkje te kopen. Het is een mooi jurkje, een kanten witte jurkje. Heel fris en leuk en toch heel schattig, maar het heeft ook iets heel, heel chiques. En wat vindt u ervan dat een prinses in een jurkje van nog geen 30 euro van de Zara rondloopt? Ja, dat is geweldig. Dat is hetzelfde als in Groot-Brittannië. Dat is heel goed dat mensen ook een idee kunnen hebben van, hey, dat is leuk, dat is bereikbaar. Naast alle dure, chique kleding, wat ook moet, heb je ook af en toe hele leuke, gangbare kleding die je kunt kopen. Wat is er zo speciaal aan die jurk? Ik vind die gaatjes leuk. De gaatjes en de bloemetjes, wat vind je daarvan? Ook leuk. En de prinses heeft de jurk ook aangehad. Is het daarom nog leuker? Ja. Je vertelde me ook je lievelingsprinses. Wil je nog een keer vertellen wie dat is? Elsa. En lijkt jouw jurk daar ook een beetje op? Ja. En wat dan precies? Wat lijkt op de jurk van Elsa? Het wit zit aan zijn haren en dat is blond haar.